Goedendag, ik ben Rob weer en vandaag wil ik hebben over indoor scènes en hoe op een fijne manier geometrie te bouwen. Ik begin met Shift A, M en dan de A, Image as Planes. Dan selecteer ik een floorplan. Er zijn er heel veel te vinden op internet via Google. Import images as planes. Dat is overigens een add-on, denk ik. Ik ga even kijken. Images as planes. En ik weet zo niet of dat standaard meekomt met de Blender. Maar in ieder geval, dat zal te downloaden zijn. En die kun je dan hier aanzetten. Dan heb ik hier een floorplan. Ik heb even mijn... En je ziet hier... Ik zit op top orthographic view. Ik zit op... wordt aangeduid met meters. En die kan ik hier aanzetten. Derde tabblad. En dan metric. En dat is soms wel handig, want dan kan ik zien of dat ik in centimeters zit te werken of in meters. Zo, dit zijn meters, 1, 2, 3, 4. En hier begin ik de centimeters te zien. En ik wil dit ongeveer schalen op ware grootte, zodat ik niet voor verrassingen kom te staan. Ik selecteer de plane en ik druk op G. Ik zet deze living room en die zet ik ongeveer in het midden. Zet ik ongeveer op de 3D cursor en dan zeg ik hier set origin to 3D cursor. En het voordeel is als ik nu vergroot of verklein, dan kan ik makkelijker de afstand inschatten van hoe groot dat die plane moet zijn. Dus een living room, dat is dan de woonkamer, zal ongeveer zijn, schat ik, 4 bij 5 meter. Misschien is dat ongeveer 4 meter, dus ongeveer 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ja, dat zal ongeveer kloppen. Misschien als ik iets kleiner zet. Dus heb ik mijn plane nu op de juiste grootte staan, dan ga ik even naar layer 2. Ik kan hierop klikken of ik druk op nummer 2 van mijn toetsenbord. Dan zet ik hier in centimeters. Dus ik zie hier de centimeters. Ik druk op Shift A, de M van Mesh. En dan de P van plane. Hier staat plane, P, dat staat onderstreept. Dus als ik P klik, dan krijg ik een plane. Dan ga ik de plane kleiner maken naar ongeveer, wat zal de grote dikte van de muur zijn? Ongeveer, laten we zeggen 25 centimeter. Dat is ongeveer dit. Ik druk op N, ik ga naar boven. En daar typ ik in 0.25. Dat is de dikte van de buitenmuur, schat ik. Dan Shift D en op X, dan kopieer ik die. En de binnenmuren, laten we zeggen 15 centimeter. En 1.5. Dan heb ik deze, dan ga ik die kopiëren. Dus ik zeg, verplaatsen naar layer 1. Dus ik ga naar layer 1. Ik typ op 1 om naar layer 1 te gaan. En daar zie ik iets vreemds. Ik zal even kijken wat ik kan. Heb ik iets niet goed gedaan. Deze heb ik helemaal verkeerd geschaald. Dus ik moet hem even groter zetten. Ik zet deze opzij, eventjes hier. Dan moet ik wel meters.
Dus 1, 2, 3, 4. Ongeveer 1, 2, 3, 4, 5. Dan moet het ongeveer kloppen. Dan zet ik de plane. Ik ga even naar. Zet de ionis weer op geen. En dan zet ik de plane ietsje lager, zodat ik later de grid zie. Dan selecteer ik dit, mijn plane van een buitenmuur. En die plaats ik hier naartoe. En dat doe ik om consistentie dadelijk te geven aan de dikte van de muren. Wat belangrijk is, ik plaats hier markers. Zodat ik later met snap, omdat ik dan overal gelijke dikte van de muur heb. Dus ik ga deze kopiëren. Het is belangrijk dat ik die kopieer te de juiste positie. Dus deze kopieer ik een aantal keer. Shift D en op de Y-as. Dan plaats ik hem op het ongeveer hier, maar niet zoveel uit. Nog een keer Shift Y daar. Ja, en dan ga ik deze Shift D en dan plaats ik hem ongeveer hier. En Shift D op de X, dat is belangrijk, want dan is mijn muur dadelijk precies gelijke dikte en op gelijke hoogte. Dan, ik kan dit doen, maar dat is niet zo fijn. Ik kan beter dit doen, Shift D op de X. Zo. En Shift D op de Y. Oké, dat zijn we een paar keer. Shift D op de Y. En Shift D hier. Dan ga ik even naar mijn binnenmuur. Shift D. Plaats ik hier ongeveer Shift D op de X-as. De X-as. Dat is eventjes werk, maar dan weet ik zeker dat ik dadelijk niet in de problemen raak met mijn muren. Zo. Dan maak ik hier een nieuwe plane, dus Shift A, de M en dan de B, dan krijg ik een plane. Dan scale ik hem. Ik ga naar Edit Mode, dan klik ik op Shift Tab om de edge te selecteren. Dan Shift Tab om het magneetje aan te zetten, dus voor snapping. Dan druk ik met mijn pink de Ctrl Shift in en een andere vinger die ik over heb te tappen. Dan krijg ik deze menu en ik wil snappen naar de edge. Dan, als ik deze beweeg en ik ga hier naartoe, dan snap ik hem. En je ziet dat oranje cirkeltje, dan snapt hij naar die edge. En die snapt hij naar die edge. Ik snap naar deze edge. En naar deze edge. Dan doe ik hier extrude op de y-as. Hier extrude op de x-as. E en x. Dan ga ik hem even snappen hier naartoe. Zo, dan heb ik dat. Dan doe ik Ctrl R. Dat is voor een edge loop. Is dat. Ik klik nog een keer. En die ga ik ook snappen. Dus mijn muren krijgen nu op deze manier allemaal dezelfde dikte. En ze staan al niet schots en scheef. Dus extrude op de y-as. Dan ga ik snappen naar deze hier. Ik doe een Ctrl R voor de edge loop. Dan
Hier lezen. Extrude op de x-as, etc. Nou, ik doe nog één stukje muur en dan laat ik het gewoon zien. Ik kan wel makkelijk hier deze kopieer shift D op de I. Dat is wel makkelijk. Shift D op de I. Dan deze daar naartoe schrijven. Ik had hier eigenlijk ook een marker neer moeten zetten, maar het... ik snap daar, Ctrl R en ik snap hier naartoe, extrude op de X. Dan kan ik het gewoon laten zien en dan selecteer ik ze allemaal. Dan ga ik naar Autographic View en Front View. Ja, wat gaan we? Front View. Ik zeg Extrude. En dan zet ik even mijn snap off. Shift Tab. Dan zet ik even mijn metric aan. Ik zet hem meters. En ik moet hebben, dus 2,40 meter. Dat is ongeveer de hoogte van een huis. Ik kan van snap aanzetten en dan snap ik op increment en op absolute grid alignment, deze. Als dan beweeg, dan heb ik precies de centimeters. Dus ik heb hier 2,40 meter. Dan zie je hier precies, zie je hier de muur die ik zover heb gemaakt. Ramen. Ik zet even Shift Tab om de snap af te zetten. Ctrl R om loopcut te maken. En Ctrl R om een loopcut te maken. Dan selecteer ik de loopcuts. Ik druk Alt en rechtermuisklik. En nou Alt Shift. Rechtermuisklik, dan heb ik twee edge loops. Ik ga naar orthographic mode, front view. Dan ga ik de snap bijvoorbeeld aanzetten. En dan moet ik 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60, dat is 60 centimeter. De meeste ramen beginnen daarop. Dan ga ik nog een keer edge loops maken. Dus dan hier. Hier. En dan Alt rechtermuisklik. Alt Shift rechtermuisklik. En dan doe ik dat op zo op het gezicht. Shift Tab om de snap af te zetten. Dan doe ik dat even op gezicht. Ik denk tot hoe hoog de ramen zijn. En ik vermoed dat het ongeveer zo kunnen zijn. Dan wil ik hier bijvoorbeeld een ramen maken. Staat hier niet zo. Ik zie aan de floorplan, geloof ik, niet echt duidelijke ramen. Maar stel dat er een floorplan, dan zou je dan ramen zien. Dus ik druk op Ctrl R. Stel dat op de floorplan een raam hier zou zitten. Ctrl R. Dan ga ik naar face mode. En ik kan die deleten. Die een keer deleten. Ik selecteer alle edges, make face. Oh, sorry, Shift F. Of wat doe ik? F, sorry. Selecteer de faces. Misschien is er een cel niet, maar ik kan er even zo niet op. Ik wilde eigenlijk wat anders laten zien dan dit. Oh ja, ik kan gewoon op F drukken, geloof ik. En dan, als ik hier
Oh nee, dat is toch niet zo'n goed idee. Dus ik kan toch meestal dit doen. Even controleren. Dan zitten ze wel netjes aan elkaar. Ja. Ik wilde eigenlijk dit laten zien. Dus ik ga naar face. Selecteer face. Dan op X om de faces te verwijderen. Ik ga naar Edge Mode. Ik heb Ctrl Tab. Naar Edge. Dan druk ik op Alt, rechtermuisklik. Alt Shift, rechtermuisklik. Op de W. Ik druk op de W en dan Loop Tools. En ga ik naar Bridge. En dan hier netjes. Ik weet niet hoe het heet, maar. Dat is wel een fijne manier om dat zo te maken. Ctrl R, ik ga nou de drempels maken. Die wil ik op, ik schat, 10 centimeter, 1 centimeter zetten. 1 centimeter. Dat heb ik niet helemaal netjes gemaakt hier. Maar ik maak hier nog een, kut. Dan zet ik de snap aan op edge. Dan kan ik hem maar snappen op deze edge. Zo. Dan ga ik naar face mode. Ik accepteer deze. Dan shift. Dan X, delete faces. Dan ga ik naar Edge mode, Control Tab, Edge. Dan Alt rechtermuisklik. Alt Shift rechtermuisklik op W. En dan Loop Tools Bridge. En dan op deze manier kan ik mijn geometrie maken. Hoewel, er is wel een add-on called Archive Mesh, maar geeft toch de voorkeur aan om dat op deze manier te doen, omdat ik dan veel controle heb. Ik raad aan om niet zoiets te doen, bijvoorbeeld. Tenminste, Shift Tab. Een snap uitzetten. Tenminste, als je later texturen wilt gebruiken. Dus ik ga nu Shift-Tab. Dan Ctrl-Shift-Tab. Edge. Dan zet ik deze weer netjes terug. En dit vind ik de fijnste manier. Even kijken of ik wat ben vergeten. Ctrl R om loopcuts te maken. Shift Tab, daar zet je de snap mee aan. Ctrl Shift Tab, daarmee kun je aangeven waar je naartoe wilt snappen. W en dan Loop Tools Bridge om die faces te openbruggen. Zoals dit en dit. Dan Alt Shift hebben we gedaan om edge loops te selecteren. Deze ben ik nog vergeten. En die zijn wel erg fijn. Dus stel dat we in edit mode zitten. En ik ben hiermee bezig met die edge. Ik druk nu op de punt van mijn nummerieke toetspad. En dan ga ik daar netjes heen. Dat is erg fijn. Het is vrij makkelijk navigeren en je roteert ook makkelijk rondom je het ding waar je mee bezig bent. Dan stel dat je veel geometrie hebt, je hebt nu van allerlei muren en dingen en misschien een landschap of wat dan ook. En je wilt
alleen hier aan werken, dan druk op de slash van de nummerlijke toetspad. En dan heb je tijdelijk alleen dit in beeld. Dan kan het zijn dat je dat vergeten bent. En dan zie je hier de layers niet meer. Dan denk je, hé, hey, waar zijn mijn layers gebleven? Dus als je dat ziet, dan kun je denken aan die slash weer. Dan druk erop, dan krijg je die layers weer terug. En even kijken. Oh ja, deze is ook wel handig. Shift space. Soms heb je meer ruimte nodig, shift space, dan T, dan heb je netjes veel ruimte. Shift tab, kom weer terug. Die is wel erg fijn, want dan kan ik mijn ene hand op mijn muis houden en met de andere hand op mijn toetsenbord blijven zitten. Ik geloof dat er ook iets van F10 was. Shift F10 dan. Nee, dat is niet. Er is nog een andere, Ctrl F10, nee. Nou, er was ook een shortcut met F10, ik ben even vergeten wat het was. Alt F10 dan, ja, Alt F10, maar dan heb ik twee handen nodig. En ik vind Shift Spacebar. Ik zei het net verkeerd volgens mij. Shift Spacebar, dat is dan om meer ruimte te krijgen. Dan was er nog iets anders. Oh ja. Dus als ik helemaal klaar ben met die muren, dan is het erg mooi als je wat bevels hebt op de edges. Want scherpe randen, scherpe hoeken, dat ziet er echt niet goed uit. Daarom kan ik zien dat het een 3D render is. Dus als ik op Ctrl-B druk, kan ik hier lichtelijk een bevel maken. Bevel maken. Dan druk op T. Dan heb ik een aantal opties. Ja, ik denk dat dat genoeg zal zijn. Zo ongeveer, denk ik. Ik ga even kijken wat daar precies gebeurt. Hier gebeurt wel iets vreemds op zich. Maar dat zou ik nader moeten bekijken. Ik heb me daar tot nu toe niet zo druk over gemaakt, maar ik kan het even zien hoe het precies zit. Volgens mij was dat wat betreft de geometrie. En dan het volgende deel zal zijn, moet ik ook nog even bekijken, maar ik wil het later over materialen hebben, over belichting en dergelijke. Nou, bedankt voor het kijken en dan op naar deel 2.